Graag zou ik antwoord willen geven op de meest gestelde vraag aan ons: waarom is mijn arts nog niet op de hoogte van de aanpak van Numedics? Dat komt omdat de meeste artsen zijn getraind om ziekte te behandelen door het voorschrijven van medicatie. Er is weinig tot geen focus op de effectiviteit van wat nu leefstijlgeneeskunde of functionele geneeskunde wordt genoemd. Het idee om patiënten met levensstijlveranderingen te behandelen is iets dat over het algemeen door de meeste reguliere artsen tot op heden nog steeds wordt vermeden. De voordelen van traditionele genezingsmethoden, zoals lichaamsbeweging, gezond eten, vitamines, mineralen, antioxidanten, meditatie en slaap, worden vaak genegeerd. Waarom zou je mediteren als je medicijnen kunt voorschrijven zoals antidepressiva? Waarom dagelijks mineraalrijke groenten eten als je bloeddrukmedicatie kunt gebruiken, wordt er gedacht. In een wereld waar medisch onderwijs wordt gedomineerd door bedrijven die profiteren van de verkoop van steeds meer medicijnen aan zieke mensen, is er in het medisch onderwijs geen ruimte voor training en opleiding over de oorzaak van ziekte en een meer leefstijlgerichte aanpak. Bij Numedics werken we vanuit de visie van een functionele, oorzaakgerichte geneeskunde. We onderzoeken en behandelen de onderliggende oorzaak van de aandoening in plaats van de symptomen te bestrijden met medicijnen. Functionele geneeskunde is een op gezondheid gerichte geneeskunde dat rekening houdt met de hele persoon, inclusief alle aspecten van de levensstijl van de patiënt. Functionele geneeskunde richt zich op het doel om de optimale functie en balans in het lichaam te herstellen. Het is een op wetenschap gebaseerde benadering die de biochemie en levensstijl van elk individu onderzoekt om de beste, geïndividualiseerde therapie voor elke patiënt te vinden. In plaats van alleen symptomen te onderdrukken gaat het over de hoofdoorzaken van ziekte. Het gaat minder om het stellen van een diagnose en meer om de onderliggende onevenwichtigheden, de mechanismen van het ziekteproces. Functionele geneeskunde behandelt de patiënt en niet de ziekte. Bovendien biedt het een kader voor de geneeskunde waarbij alle geneeswijzen zowel conventioneel als alternatief worden gebruikt om de hele persoon te behandelen in plaats van een geïsoleerde reeks symptomen. Kort samengevat, de functionele geneeskunde is gericht op gezondheid, terwijl de conventionele geneeskunde meer gericht is op de ziekte. De functionele geneeskunde biedt een holistische maatwerkbehandeling, terwijl de conventionele geneeskunde iedereen over het algemeen op dezelfde manier wordt behandeld. Eén medicijn voor één ziekte. De functionele geneeskunde is gericht op de onderliggende oorzaak, terwijl de conventionele geneeskunde meer gericht is op symptomen. De functionele geneeskunde houdt rekening met de biochemische individualiteit, terwijl de conventionele geneeskunde dit grotendeels negeert. De functionele geneeskunde is een preventieve, proactieve benadering, terwijl de conventionele geneeskunde een meer reactieve benadering is. De onderliggende oorzaken die we vaak tegenkomen bij specifieke klachten bij Numedics zijn de volgende: tekort aan vitamines, mineralen, vetzuren en antioxidanten, hormonale verstoringen, zoals bijvoorbeeld de schildklier, belasting van chemische stoffen zoals zware metalen of pesticiden, verstoringen in de darmen, in het microbioom, oftewel de darmflora, oxidatie en laaggradige ontstekingsactiviteit, aanhoudende infecties van virussen, bacteriën, schimmels of parasieten, intoleranties of allergieën voor voeding of lichaamsvreemde stoffen zoals implantaten, cellulair membraan en mitochondriale dysfunctie, verstoringen van het immuunsysteem als gevolg van onder andere leaky gut, maar ook belemmerende emotionele patronen zoals stress en trauma. Hoe gaan we dan te werk bij Numedics? Nou, in eerste instantie dient er een afspraak gemaakt te worden voor een intakegesprek. En tijdens dit intakegesprek bespreken we eigenlijk het intakeformulier wat je van tevoren hebt ingevuld. En direct na het intakegesprek vindt er doorgaans een functioneel laboratoriumonderzoek plaats. Daarbij gebruiken we het bloed, urine, ontlasting of speeksel. En dat wordt dan naar het laboratorium gestuurd. En dan twee tot drie weken later, nodigen we je uit voor een terugkomafspraak, waarbij we de uitslagen bespreken en ook meteen een behandelplan bespreken en klaar hebben. Nou, hoe ziet zo'n behandelplan eruit? Hè? Dus het vervolg van zo'n behandeling, dat kan bestaan uit voedingsaanpassingen. Vaak komt dat neer op een laag inflammatoire dieet, bepaalde supplementen die mogelijk kunnen helpen, infusen en injecties met vitamines, mineralen, antioxidanten, antivirale, antibacteriële infusen. Coaching vanuit de mindfulness-based cognitieve therapie, ja, om stress te reduceren
of belemmerende patronen te kunnen doorbreken. Vinden er opvolgonderzoeken plaats waarbij we gaan controleren of de behandeling effect heeft en wat dan de biochemische veranderingen zijn en natuurlijk vervolgconsulten waarbij we steeds gaan bekijken hoe een bepaalde behandeling aanslaat. Mocht deze aanpak je aanspreken en ben je benieuwd of NiMedics ook jouw klachten kan verhelpen, heb jij ook klachten die niet overgaan, eerder behandelingen die niet voldoende aanslaan, benieuwd of deze aanpak ook jouw klachten kan verhelpen, dan kun je direct een gratis telefonisch adviesgesprek aanvragen door op de button te klikken onderaan dit filmpje. En dan nemen we doorgaans binnen 1 tot 2 dagen contact met je op. Ik hoop dat je meer duidelijkheid nu hebt waarom jouw arts waarschijnlijk nog niet op de hoogte is van de aanpak van NiMedics. En graag spreek ik je op het adviesgesprek.